Op de Surinaamse ambassade in Cuba vond een informatiesessie plaats over borst- en prostaatkanker, georganiseerd door ambassadeur Wendy Paulus Aminta. Ze deed dat in het kader van borstkankerbewustwording maand oktober. Experts bespraken de symptomen, detectie en behandeling van de beide ziekten. De bijeenkomst werd positief ontvangen met veel interesse van de aanwezigen. Tijdens een vergadering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi nam de regering besluiten over justitie, grondbeleid en sportontwikkeling. Er werd een eenmalige toelage goedgekeurd voor het personeel van justitie en politie en grondconversie werd verleend aan 163 burgers. De Vereniging van Journalisten presenteerde zorgpunten over persvrijheid en samenwerking, terwijl Santokhi de Centrale Landsaccountantsdienst de ruimte gaf voor onderzoek naar minister Bronto Somohardjo. Suriname en de Verenigde Staten ondertekenden op 15 oktober 2024 een overeenkomst om het Internationaal Narcotics Control and Law Enforcement Fund met $300.000 te verhogen voor de bestrijding van de drugscriminaliteit. Daarnaast werd de Aerial Interception Assistance Agreement ondertekend, die ondersteuning biedt bij het opsporen van illegale luchtvaart in Suriname en real-time informatie uitwisseling tussen CARICOM-landen bevordert.